deze look kunt maken. Het is een look met paarse en zwarte oogschaduw. En lichte lippen. En die heb ik gemaakt met de 88 palette. Het is helemaal niet moeilijk, hartstikke makkelijk. Je kunt hem ook zwaarder maken voor bijvoorbeeld 's avonds. En dan kun je een gel liner gebruiken als basis. Nu weet je nog niet waar ik het over heb, maar dat zul je zo zien. Of meer zwarte oogschaduw. Hartstikke makkelijk dus, zoals ik al zei. Succes alvast en veel plezier bij het kijken. Oh, red wine. God, God, God. Oh, yeah. I've had a little bit too much, much. All of the people stop to rush. We gaan beginnen met een basis. Deze is van de Hema. Dan gaan we met zwart oogpotlood. Deze is van NYX. En aan deze kant. Gaan we het midden van ons oog inkleuren. En dan ga je dat met je vinger uitsmeren. Dit is je basis eigenlijk. Je hebt net ook al een oogschaduwbasis eronder gedaan. Dat is omdat deze vrij snel creased. Als je een goed zwart creamy oogpotlood hebt. Of een gel liner of een zoals een MAC Paint Pot in zwart. Dan hoef je eigenlijk geen basis te gebruiken. Maar ik deed het hier toch maar wel even voor de zekerheid. Dan gaan we ons 88 palette pakken. Ik pak deze kleur. Dus dat is de vierde rij van rechts en dan de vierde van boven. Of de vierde van onder, sorry. Ik pak een vrij grote kwast. En dan ga ik aan het midden, in het midden van mijn oog gaan brengen. Kijk op de kwast. Zachtjes deppen. Oké. Nou pak je even wat kleinere kwast. En dan ga je een hele kleine highlight aanbrengen op de bol van je oog. En ik pak gewoon de witte kleur uit het ADA palette. Die breng je zo even aan. Op het hoogste punt van je oogbol. Kun je dit bijvoorbeeld ook doen met goud of met zilver. Kun je helemaal zelf weten. Nu gaan we blenden. Het is eigenlijk heel simpel. Goed om de lijn uit te blenden. Nou pak ik weer die kleine kwast, deze. Ga ik met nog wat zwart, deze hier, even mijn crease aanzetten. Ik vind het toch nog niet aangezet genoeg, zeg maar. Teken eerst je oude V. En nu ga ik het blenden. Ik ga het weinig omhoog blenden, maar echt in de crease.
Want zodra je het omhoog blendt, dan wordt het te zwaar voor overdag. Nu is alles goed geblend. Nu ga ik nog mijn ogen aanzetten met wat oogpotlood. Deze is van Catrice. En dan ga ik het lijntje wat ik net heb gezet vervagen. Echt helemaal geen speciale kwast voor nodig. Ik kan gewoon prima met een wattenstaafje. Het belangrijkste is dat alles goed geblend is. En dat je op het middenste van je oogbol de paarse kleur hebt. En de crease is aangezet met een zwarte oogschaduw. Nou aanzetten met mascara. Deze van Gosh. Oké, de lippen. Voor de lippen ga ik gebruiken een MAC Lip Erase. Een lipstick van Catrice in Soft Lilac. En een lipgloss van Clinique. Doe een beetje van die MAC Lip Erase op mijn lippen. Als je dat niet hebt, dan kun je gewoon concealer gebruiken. Het is niet heel erg goed voor je lippen, maar... Ach. Ik heb wat van de Lip Erase op mijn lippen. Dan breng ik de lipstick aan. En dan slaat ze de lip los. Dan nog even afmaken met wat blush. Ik gebruik een blush uit het contour palette. Zal ik ook nog snel even contouren. Ik zit echt weer ver over mijn tijd heen vandaag. Als je dit wil zien hoe je kunt contouren, kun je een filmpje bekijken. Ik zet de link wel in het artikel. Oké, dit is de look. Dus een vrij heftige look voor overdag. Maar als je de lippen gewoon clean houdt, dan kun je hem best dragen. Rustigere outfit. En dan is het hartstikke mooi. Je kunt hem ook zwaarder maken voor 's avonds. Dan kun je bijvoorbeeld een nog zwarte oogpotlood gebruiken. Of meer paars, meer zwarte oogschaduw in je crease. Je kunt er dan ook nog... fellere lipstick bijdragen. Moet je wel mee oppassen, maar het kan. Het is allemaal een kwestie van uitproberen. Dit was hem. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.